Sanchez Torres kwam van achter Koeman vandaan en is hem dat. Oh, op de paal. Wat een merkwaardig moment. Eerste echte kans van Roda. Dat nu ook de eerste hoekschop van de wedstrijd krijgt. Precies op een kwart van de normale speeltijd. Via Ivan Nielsen die corner. Raymond Smeets. Huub Smeets. Vanenburg. Gerrits. Die is vrij. Erik Gerrits. Hij dan. Ja. De aanvoerder van PSV. Wordt binnenkort 34 en viert zijn feestje. Na precies 8 minuten in de tweede helft. Sanchez Torres zet Vanenburg weg. Wordt niet voor gefloten. Blätter breekt uit. Op. Weggestuurd door Suvrijn. En dat zou moeten zijn. Raymond Smeets. Tweede keer dat Roda de leiding neemt. Nu in de 19e minuut van de tweede helft. Heinze. Kan door Heinze. Kieft. Suvrijn. Blätter. Huub Smeets. Lerby. En Kieft. Krijgt hij een strafschop? Ja. Nu wel. Protesten bij Roda. En Jan Hansen krijgt geel. Hoewel Verhoef zich bedenkt om dat te doen. Hij dreigt er alleen maar mee. Tja. Misschien een beetje een optelsom ook. Tapel voor die hensbal van Jan Hansen eerder in de wedstrijd. En nu dit geval. En Hansen moet nu oppassen. En want nu krijgt hij rood. Hij heeft het enigszins opgezocht natuurlijk. Maar nu is ook Verhoef nog niet jarig natuurlijk. Jan Hansen. Ronald Koeman. Op de paal. Blij is Jan Hansen daar niet mee. Hey, wat zei je tegen de scheidser? Ja, ik zeg alleen tegen hem dat het scheidbaarlijk is, dat hij die bal op de stip legt. En dan geef hij me gele kaart voor. En op een gegeven moment legt die Koeman, die legt hem gewoon helemaal niet op de stip. Ik zeg, leg dat ding op de stip en dan geef hij me rood. Ik heb geen verkeerd woord tegen hem gezegd. Dan geef hij me gewoon een rode kaart voor. Kijk, als hij nou kloter of zo wat tegen hem zegt, zou ik zeggen ja. Maar ik zeg gewoon dat hij angst had en dat hij een scheider is, dat hij die bal gewoon op de stip legt om een penalty te krijgen. Nou, en daarna ligt die bal helemaal niet op die stip. Ik zeg, je moet hem precies op die stip leggen. Ik zeg, dat is normaal, maar ik geef hem een rode voor. Dan komt Van Vanenburg. Nielsen, die er niet bij kan. Gilhuis, die niet op de schot komt. Vanenburg. Koeman. Gerrits, die staat erin. Nou. Weer Erik Gerrits. Toch een toevalstreffer. Vanenburg. Lerby. Mooie goal. Het fluitsignaal van Verhoef en PSV heeft op 2 het landskampioenschap en de beker. Na een tumultueuze wedstrijd, zwaar bevochten, maar hier staat in nuchtere cijfers en letters dan toch het eindresultaat zoals dat in de boeken gaat.
En dit is hem. De KNVB-beker. Voor de vierde keer gaat hij naar PSV in Eindhoven. De voorgaande keren waren 1950, een mooi jaar. 74 en 76. De laatste keer ook naar een overwinning op Roda. André van der Lauw reikt de KNVB-beker uit aan Erik Gerets. Hangt hem de medaille om. Zo zou Erik Gerets over 13 dagen ook graag in Stuttgart willen staan.